Jordi, wat voor thee hebben jullie gedronken in de rust? Geen thee, gewoon water. In ieder geval ik persoonlijk zelf. Nee, dat is natuurlijk een wereldhalf verschil, de eerste en tweede helft. En dat beseffen we zelf al te goed. Dat de eerste helft niet goed was, te slordig was. Dat we eigenlijk niet aan het spel konden komen. En dat hebben we de laatste weken natuurlijk al vaker. En daarom is het ook, ja, de tweede helft waren we ook niet heel erg goed. Maar als je dan het verschil ziet met de eerste en tweede helft, dat is intens groot. Ja, want is Gio helemaal los tegen jullie gegaan in de rust? Want als ik jullie vandaag zag voetballen, die eerste helft was misschien wel de slechtste eerste helft hier dit seizoen. Ja, we hebben wel meerdere gedeeltes van deze fase. Er komt iets gehad waarin we slecht hebben gespeeld. En deze eerste helft was ook echt slecht. En ja, het was gewoon zaak eigenlijk dat we de tweede helft verder vooruit gingen spelen. De linies korter op elkaar gingen houden en meer voor de tweede bal vechten. Van daaruit proberen ze zo snel mogelijk je eigen spel te komen. En ik denk vanaf minuut 1 in de tweede helft was dat eigenlijk onze intentie. En wonnen we eigenlijk ook de tweede ballen. En gingen we meer naar voren spelen. En zag je ook eigenlijk dat we in die fase gewoon steeds sterker werden. En het is wel heel kwalijk natuurlijk dat je dat zo weinig laat zien eigenlijk dit seizoen. En ook met name de eerste helft vandaag. 10 minuten voor tijd werd jij gewisseld. Bouw je daarvan? Ja, tuurlijk bouw je daarvan. Ik bedoel, de tweede helft, het team begint lekker te draaien. Je weet dat je met een man meer staat, dus je wil zo graag mogelijk wil je scoren. Je wil doordrukken. En tuurlijk bouw je dat je wordt gewisseld, maar dat is een keuze van de trainer en die accepteer. Want hoe kijk jij momenteel naar je eigen huidige vorm? Die heb ik nog niet terug, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Je werkt natuurlijk hard aan op de trainingen. Vaak na de trainingen ook. En je hoopt die snel mogelijk om te kunnen draaien. En, het duurt langer dan gedacht en gehoopt. Maar ik hoop dat ik mijn niveau snel mogelijk terug kan halen. Dat het team ook weer gaat draaien. En waarin je zelf ook dan onderdeel van kan zijn. Nog even over de wedstrijd. Robin van Persie schiet die ballen dan fenomenaal in. Ja, wat gaat er dan op dat moment bij jou door je heen? Want het was echt een bizarre vrije trap. Ja, blijdschap natuurlijk. Die bal was volgens mij vrij ver. Maar als je zag met hoeveel overtuiging eigenlijk die zo'n bal neemt. Je zag dat zijn aanloop eigenlijk al dat hij mij goed ging nemen. En wij weten wat hij kan. En dat hij zo belangrijk voor ons is, dat is alleen maar fantastisch natuurlijk. Vertel eens, hoe is hij nog meer belangrijk voor jullie, bijvoorbeeld in het team? Nou ja, hij is natuurlijk een speler met heel veel ervaring, snap je. Hij praat met iedereen, hij helpt iedereen. En waar nodig is, zegt hij ook zijn ding wat er beter moet gaan en wat niet beter moet gaan. Dus hij is voor ons heel belangrijk, niet alleen in het veld, maar ook heel erg buiten het veld. Tot slot, jullie hebben een midweeks programma gehad, dus een zwaar programma. Volgende week midweeks vrij. Ajax en PSV spelen in Europa, ga je daar naar kijken? Als ik thuis ben, dan zal ik daar naar kijken. Dus ik denk het wel. Met wat voor gevoel zit je dan op de bank? Nee, gewoon als een normale iedere toeschouwer. Ik zal niet juichen als ze een doelpunt maken. Dat zal een beetje gek zijn. Nee, ik hou wel af en toe om een wedstrijd te kijken. En als ik thuis zal zijn, dan zal die waarschijnlijk opstaan. Gunt ze wel een succesje ook? Of? Ja, voor het Nederlands voetbal is het natuurlijk altijd goed. En de rest dat zullen ze zelf moeten doen.